Pierre, we willen graag wat meer weten over jou. Je hebt de vorige keer je Nederlands paspoort laten zien en ook verteld waar je woonde. Is dat allemaal nog hetzelfde? Ja, dat is allemaal hetzelfde. Want, ik ben natuurlijk een poosje in Utrecht geweest, maar heb ik ondergehuurd. Dus heb ik nooit hier aan de gemeente gemeld. Ja. En nu zit ik weer terug in mijn oude hut en de gegevens kloppen wat dat betreft goed. Oké. Dat is goed om te weten. Ja, je hebt verteld over je scheiding. Ja, hou op, schei uit man. Hoe is het daar nu mee? En heb je een nieuwe relatie of een nieuwe vriendin? Nou ja, kijk eens, een relatie, daar begin ik voorlopig niet aan. Want dat is het duurste stukje vlees wat ik ooit in huis gehad heb. Dus daar ben ik even van genezen. Oké. Denk een beetje als een bij gaat leven, Dennis. Steken en wegwezen. Nee, minder gezeik. Hoef je ook niet mee schoonmoeder naar de meubelboulevard op tweede paasdag. Ja. Ben ik even zat van geneuzel. Maar je had ons ook verteld dat je een dochter hebt. Katelijn, ja, hoe schat van de meid. Ja, die heb het er moeilijk mee. Maar goed, die is één keer in de maand bij mij. En dat is veel te weinig. Dat zou ik vaker willen, maar goed, dat heet niet voor te zeggen. Nee. En die zal ook wel lekker opgestookt worden door dat loeden. Dus, ja, vervelend als het zo gaat. Ja. Hoe is het verder financieel? Ruk je het een beetje met je geld? Ja, ik kan net rondkomen. En er zijn toch een hoop kosten wat je maakt, weet je niet. Je bent heen en weer gevlogen met je spullen. Je moet het nou thuis weer een beetje inrichten. Ja. Zet de hele hut leeggetrokken toen ze naar dat andere pand ging. Ja. Dus dat moet allemaal weer zo langzamerhand zijn plekje krijgen. Okay. Maar als ik zuinig iets aan doe, dan red ik dat wel. Ja. En er is altijd brood op de plank, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Goed om te weten. Okay. Ja. Je zit nu weer in Apeldoorn. Heb je ook wel eens in het buitenland gewoond of kom je vaak in het buitenland? Nee, ik kom niet zo vaak in het buitenland. Als ik ga, dan ga ik een beetje voor cultuur op te snuiven naar België en naar Frankrijk. Kastelen en mooie gebouwen bezichtigen. Okay. Met name waar veel antiek staat. En op die manier hou je dan toch een beetje de kennis op peil en een beetje inzicht in de marktwaarde van die spullen, weet je niet. Oké. Als je in het buitenland bent, ben je dan voor ons te bereiken? Altijd, ik ben dag en nacht voor jullie te bereiken. Je kan me bellen, je hebt mijn nummer. En dit doet het overal. Ja. Oké, nou, dat is voor ons belangrijk om te weten. Staat er binnenkort nog een reis naar het buitenland op programma? Nee, want het is nou toch pokken weer. Dus het zal van het voorjaar of van de zomer worden dat ik die kant op gaat. Oké, nou, dat is voor ons wel belangrijk om te weten als het zover is. Nou, dan hebben we het erover. Hè? Oké. Pierre, heb jij nog bepaalde verslavingen? Hou op, zeg uit ze. Drink je graag een biertje? Of, ik lust heel graag een biertje. Ik vind een cognacje vind ik lekker, maar alles met mate. En ik rook regelmatig een dikke sigaar, als ik er echt de tijd voor heb. Okay. Niet als ik loop te wandelen buiten, maar ik lekker rustig zit en een sigaartje opsteken. Maar verder heb ik dat gelukkig allemaal niet. Nee, geen probleem met veel drinken. Nee. Drugs? Nee, daar moet ik helemaal niks van hebben. Nee. Dat vind ik zo'n vuile tyfuszooi. Okay. Het zijn echt ratten die dat lopen te verkopen. Okay. Voor ons wel belangrijk om te weten als het zo zou zijn. Net als bijvoorbeeld met mensen die erg veel gokken. De gokautomaten of de casino's. Ik heb geen eens een staatslot. Ik heb één keer mijn eigen geld terug gehad. Daar heb ik via meegespeeld. Dat kost alleen maar geld. Okay. Dus er gaat een ander in een Ferrari rijden die ik betaald heb. Dat moet ik ook niet hebben. Nee. Okay. Als ik het zo zie, Pierre... Ja, dan heb je dat je goed in je vel zit. Heb je op dat gebied wel eens problemen gehad? Nooit. Met werk of met overspannen geweest? Nou ja, mijn baan kwijtgeraakt met de kunsthandel. Vanwege die scheiding en al dat geneuzel wat er doorging. En dan moeten ze altijd midden in de nacht praten in plaats van om 8 uur 's avonds. Dan zit het in één keer hoog en dan komt het om 2 uur eruit. Dan slaap je de hele nacht niet. Kom je te laat op je werk, je ziet er niet uit. Of dat je uit de stofzuigerzak komt. Ja, dat was een onhoudbare situatie. Ja. Ik kan wel begrijpen dat hij zegt, ga maar voor wat anders zoeken. Oké. Hoe is daar nou mee? Heb je nog contact met mensen uit je werk? Ja, heel veel. Heel veel, want het is toch, je bouwt met die mensen een relatie op en je geeft advies. Er gaat eens wat stuk, dan moet er een klok verbust worden, weet jij een adresje, dat soort dingen. Ja, dus daar ben je nog wel mee bezig? Ja, het is toch een heel circuit waar je in zit en dat je toch regelmatig die mensen nog spreekt. Oké. Maar dat heb je de vorige keer ook verteld op dit moment, als ik het goed onthoud, heb je geen vast werk? Nee. Een beetje zo hapsnap. Okay. Pierre, je hebt tegen ons verteld de vorige keer dat je uit Hengelo komt. Kun je eens iets vertellen over je jeugd, ouders? Ik kom uit een heel warm nest. Kijk, mijn vader en moeder hebben altijd gezegd hoe je het later ook krijgt. Je moet een goede start hebben. Nou, die heb ik zeker gehad. Er was van alles genoeg. En er was nest, warmte en liefde en schitterende jeugd gehad. Daar pakt niemand je meer af. Daar hebben ze gelijk in gehad. Ja. Dat klopt. Nou, in die kant van het land zijn mensen ook nog kerkelijk. Ja, dat doen doe wij je niet zelf aan. Nog aan. Nee, die stumpers, daar zag ik ze gaan en met die hoeden op. En dan denk ik, wat heerlijk dat wij dat allemaal niet hebben. Okay. En je vriendjes die waren dan ook weg, dus daar had je even niks aan. Maar smiddags kon je weer lekker naar buiten en kooibootje spelen en steppen en verstoppertje. En,
Okay. Daar, die zin heb ik er gelukkig geen last van. Nee, oké, dat is ook duidelijk voor ons. Wat doe je verder als je niet met antiek bezig bent? Gitaar spelen. Ik ben nog een beetje in mijn middelbare schooltijd blijven hangen, weet je niet, Shocking Blue en de Beatles. Maar dan zeg ik wel eens een cd'tje op van Jimi Hendrix, doe ik het raam open, gitaar in mijn mond. Of sigaar in mijn mond, gitaar om mijn nek en dan op de automatische piloot. Dat is lekker ontspannen. Okay. Nog andere hobby's of ben je nog lid van verenigingen? Ja, nog een beetje voor het wielrennen dan, zeg maar. Voor Tour Fietsclub, hè. Okay. Dan zitten we in de langzame groep. Dan gaan we niet harder als 28 in het uur. En dan het is belangrijk dat je even kan praten van hoe de week geweest is. Als je zaterdag op de fiets zit en even koffie met een appelpunt. En, okay. Is meer voor de gezelligheid. De fiets is daar maar bijzaak eigenlijk. Oké, dat is duidelijk. Ja. Je hebt een ander opgeschreven, collega? Ja, schrijf je wel te pletten. Ja, dat moet hard werken. Ja, dat moeten wij ook.